De zomer is in aantocht. De lente is er. Het is tijd voor rosé. En ik ga gelijk in huis vallen om een paar dingen op te helderen als het gaat om rosé maken. Rosé is niet de combinatie van witte wijn en rode wijn. Tenzij je in de champagne zit, daar mag je dus een blend doen van witte wijn en rode wijn om een champagne te maken. Heel af en toe zie ik nog wel eens voorbij komen een wijn uit Nieuw-Zeeland. Dan doen ze een Sauvignon Blanc. Rosé. Dat kan eigenlijk niet. Wat ze dan doen is 98% Sauvignon Blanc, 2% Pinot Noir bij elkaar voegen. Dat je toch een Sauvignon Blanc krijgt met een heel zacht licht roze tintje erin. Wat in Europa gelukkig bij voorbaat verboden is. Ik neem u mee naar de rosé die u nu net als mij voor u heeft. Het is gemaakt van de witte druif. En ik ga uitleggen hoe dat komt, dat ondanks dat het een witte druif is, het toch een rosé is, zonder het mengen van een witte wijn en een rode wijn. Het is gemaakt van Pinot Grigio. En Pinot Grigio is een druif die wij in Nederland onwijs kunnen waarderen. Dat komt omdat Pinot Grigio een wijn is met veel fruit en weinig zuren. Dus je kan die wijn altijd tevoorschijn pakken als je een mooi aperitief wil hebben of een mooie wijn wil hebben, zonder al te veel spanning wil zoeken met eten. Wijn komt uit de Abruzzo. Abruzzo dat ligt in het oosten van Italië. Denk aan Rome en dan richting het oosten tegen de Adriatische kust aan. Het is een ruig gebied met heel veel bergen. En die bergen worden de Appennijnen genoemd. En in die Appennijnen, daar komen we deze wijngaarden tegen. De wijngaarden die liggen op 400 meter boven zeeniveau. En dat zorgt ervoor dat het overdag mooi warm is, maar 's nachts die temperatuur dusdanig terugloopt dat die Pinot Grigio druif heel langzaam rijpt. Omdat die druif heel mooi tot rijping komt, krijgt die schil heel veel kleur. En als je die schilletjes dan met het wijn maken een paar uur in het sap, dus in het vergiste sap laat zitten, dan krijg je toch door die kleur van het schilletje een rosé. Dus het is een rosé gemaakt van een witte druif van Pinot Grigio. Anders dan de Franse rosés, die zijn heel vaak heel erg kruidig en die zijn heel vaak mooi strak en mooie zuren. Dit is wat meer, in mijn ogen, een fruitbommetje. Het heeft heel mooi rood fruit, het is heel zacht van smaak, heeft niet heel veel zuren. Heel aangenaam om lekker als aperitief te mogen drinken. Mooi op het terras deze zomer, of eventueel met sashimi van vis. Dus rauw vis, niet gegaard, of eventueel een salade met rood fruit. De wijn is biodynamisch gemaakt. En dat wil zeggen dat ze geen kunstmest of geen enkele andere manier van mesting zelf toevoegen. Geen pesticiden, geen ingrepen in de wijngaard. En eigenlijk alles door de natuur laten bepalen. Oogstmoment wordt bepaald door de stand van de maan in de zon. Dit is allemaal mogelijk, mede doordat die wijngaarden wat hoger liggen in de Appennijnen. Juist omdat die wijngaarden wat hoger liggen, dus dan praat ik over 400 meter boven zeeniveau, zoals zojuist aangegeven, dan krijg je eigenlijk dat de insecten en de schimmels weinig kans krijgen om erbij te komen. Dus dat maakt eigenlijk voor de wijnmaker dat hij weinig hoeft te doen om deze rosé zo mooi zacht en zo puur en zo eerlijk te maken zoals hij smaakt. Ik ben hier heel blij mee dat we deze wijn mogen proeven. Hij is zometeen ook zeker terug te vinden in ons assortiment. Daar ga ik voor zorgen. En voor nu zeg ik santé en heel graag tot het volgende filmpje.